Je hebt er toch eentje, maat? Staat ernaast! Die liggen hier in een garage, debiel! Hij is zo erg, maat. Hey. Oh. Oh. Zo! Aardappels. In een ananas diep in de zee. SpongeBob SquarePants. Hij ziet zo geel als een kaassoufflé. SpongeBob SquarePants. Iedereen weet wat voor bakfeest het is. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Oh, dat is onze jeugd toch. SpongeBob en de rest. SpongeBob. Ja, met Bernst en Bobby en de rest, dat zou ik zeggen. Wij, hebben uitslapen. Zo, Macy zegt, Don, jij klopt op de deur. Wakker worden, het is 2:30. Wat? Zal ik even kijken? 2:30. 2:45. 2:45. Bro, ja. Ik word nooit zo laat wakker. We sliepen om 5:00 of zo. Ja, dat is wel waar. We zijn heel laat naar bed gegaan. Maar dan word ik alsnog fuck vroeg wakker altijd, door mijn normale ritme. Maar nu? Dit heb ik echt nooit. Dit is toch top? Wie stond er voor de deur? Ik hoorde de bel ook gaan. Niemand stond voor de deur. Nu hoor je de bel gaan. Ja, ik heb wel op de camera zo. Oh, zo. Ik zit van wakker worden, maar ik ben wel fit hoor. Top fit. God, hij stinkt. Even wappen hoor. Wat een lucht, ouwe. Hey Don, ik heb wat nog wat uit Amerika voor je meegenomen. Maar dat wou ik je vandaag pas geven. Dit is een verrassing. En het is echt leuk. Dit heb ik nog meegenomen uit Amerika, maar dat heb ik je nog niet verteld. Je zit me sowieso te fokken. Nee, serieus. Serieus. Kom maar, loop maar mee. Oké, nee. Nee, het is echt niks. Het is niks gek. Het zit in deze la, heb ik het verstopt. Het is iets teringleuks. Ik ga hem niet atten. Dat is het niet. Ik keer als mijn broekzak. Het is dat niet. Nee, echt serieus niet. Het is een verrassing. Dan maak me open dan. Nee. Ja, jij moet hem openmaken. Het is jouw verrassing, dus nee, open. Jij moet hem openmaken. Ik weet zo erg dat ik die fucking laat niet ga openmaken. Ik ga niet geijsd worden hier zo. Nee, je wordt niet geijsd. Waar liggen de ijsflessen? Hebben we ijsflessen? Je hebt er toch eentje maar gehad? Die staat ernaast! Die liggen hier in een garage, debiel. Helemaal niet. Oh, jawel. Zo checken of er een uit is zo. Ja! Helemaal niet. Nee. Was er één uit, zijn er twee uit. Echt niet. Maak open, dat is jouw cadeau. Nee bro, het is voor jou. Hoe doen ze als het geen ijs is? Zo doen ze als het moeilijk. En omdat het jouw cadeau is en het ligt open. Het ligt open. Jij gaat... Het ligt open. Waarom zou je zo raar een cadeau geven? Omdat het open ligt, het is iets lang. Het is iets lang, ik zweer het. Ik zweer het. Jij denkt dat ik hem nog ga openmaken. Het is echt iets leuks, ik zweer het. Het is uit Amerika en het heeft te maken met Harry Potter. Wat hebben we toen de hele tijd over... Het is waarschijnlijk een cadeau en een ijsfles. Nee, ik weet het niet. Tuurlijk weet je het wel, je kan zo slecht liegen. Ik ga het niet openmaken, ik ga het echt niet doen. Oké, okay, dus dat is alleen een ijsfles. Ja, hè? Zit nee, oh, ja, oh. Maar het is wel goed, we laten deze gewoon hier. Had je het gefilmd dat je het erin legde? Nee, dat niet. Maar het was omdat de kamer ligt bij jou in de studio. Ja, dan zou het opvallen. Dan zou het opvallen. Ja, als Donald dat... Oké, maar je krijgt vrijstelling om hem open te maken zonder te atten. Want ik wil weten hoe je dat gezet hebt. Gewoon zo. En helemaal niks met Harry Potter, lul. Nee. Sorry. Waar maken domme mensen gebruik van als ze de deur open willen hebben? De dumbbell! Oh, mama. We hebben hier een 7 kilo, die hebben we niet nodig. Hier nog een 7, een 15, een tientje. Nee, deze hebben we nodig. 20 kilogram, ja. Nee, zo noem je Instagram voor fit mensen. Kilogram. Nee, laat maar. Gast, heb ik een vlek op mijn broek? Het is fucking, ik kan het niet zien. Kijk eens even. Ja, dikke lul 3 bier. Zo is het wel heel makkelijk om iemand te eisen, maat. Zet die fles maar lekker in je reet. We hebben hier een verse overkapping waar je op kan staan. We hebben hier een verse boy. We hebben hier een verse dumbo, een verse plaat. Ik zie possibiliteiten die existeren. Als wij nou even die dumbbell hier omhoog klimmen zo. En ik ga hier staan, Mees.
En ik pleur nou even de dumbbell op wat leuke dingen. We hebben een mooie spiegel. We hebben een kaarsjesding die een beetje kom is, helaas. Maar die gaat nog kommer worden. We hebben een kaarshouwer. We hebben lekker scheerschuim. We hebben kaars. We hebben slijm. En we hebben ballen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat deze ontploffing daar vanaf stuitert. Dit is 2,5 meter hoog. Hoeveel weegt dan die 20 kilo op het moment dat die beneden is? Oh jezus, dat is... Dat zou ik ook echt niet weten. Het is keer 1,7 nog iets. Wat is het leukste om als eerst te doen? Gewoon iets wat helemaal plat gaat? Zullen we die soort kaarshouder doen met glas? Ja, sorry, was ik dus van dat. Ja, hij zit met zo'n Snapchat natuurlijk met al die dames weer. Dat is niet waar. Ik zit 2,20 kilo van 2,5 meter naar beneden. Hoezo stuur je dat op Snapchat? Wil eens weten wat we doen? Ja. Oh, DHBB's, ik heb jullie allemaal gemist. Mees, hoe heet de term? Als iets zijn maximale punt van vallen behaalt. Dat zou ik niet weten. Nee, dat weet ik echt niet. Dat heeft een benaming, maar ik weet hem ook niet. Ja, film dat ook niet. Ik heb echt heel lang getwijfeld, jongens, om een sleeve te nemen voor de OG-kijkers. Echt heel lang. Uiteindelijk is dit mijn enige tattoo die ik nu op mijn lichaam heb. Maar door dit soort dingen ga ik weer twijfelen. Jor, ik ging even boodschappen doen hier, dus ik kan langslopen. Dit is zo'n... Hij is zo erg, maat. Hij is echt mooi. Hij gaat nog wel laten bijpunten, zei hij. Het is jouw eerste, toch? Mijn eerste. Ja, zo'n unit zetten, zo'n fucking... 7,5 uur gezeten. 7,5 uur? Ja, 4 uur geslapen. 4 uur heb ik geslapen daar zo. Op de stoel? Ja. Hoe dan? Na 5 minuten was ik knock-out. Na 5 minuten? Had je nog iets doorgehaald of zo? Nee, dat is gewoon op dinsdag. Dat is gewoon op dinsdag. Gast, ik vind dit zo... Van dit soort dingen ga ik weer denken. En ik ben perfectionist, dan laat ik weer een design maken. En dan zie ik hem en denk ik, ja, dit klopt niet. En dan... 100 keer aanpassing en dan komt er toch niks van. Ik vind dat dus zo gaaf, deze jongen. En wat ga je aan die kant zetten dan, aan die open kant? Weet nog niet. Dat weet ik nog niet. Ja, sommige mensen die zeggen, je moet er niks meer aan zetten, want anders, is het niet meer zo speciaal. Dit is wel heel speciaal, ja. Hey, kun je bovenarm altijd nog doen. Het is wel vet dat het nu open is. Nu zie je hem gewoon niet zo staat. En dan bam. Gewoon een dikke tattoo, zeg. Met de kleur. No face, no case. No face, no case. No face, no case. Zijn naam is Mees. Oké, dit wordt nog een soort tricky. Oh. Ja. Ja. Het is nog best wel hoog hoor. Ja. Serieus hoog. Wat film jij vanaf beneden? Ja. Maar het licht is niet heel perfect. Nee. Ja, dat komt omdat de winterdagen weer aankomen. Oké, 3, 2, 1. Hij was op de rand. Zal ik gewoon vol in het zand springen? Ja, is goed, maar gewoon, ja. Dit is eng. Oh, shit. Oh, het is heel kut. Oh, ik zit heet. Ik heb hem op de nat gehad. Oh. Ik raakte hem op de rand. Zie je dat? Zo is mijn gezicht eruit. Vanavond. Oh, doe nog eens echt. Doe nog eens een keer. Ik vind het echt lijken. Heb je LSD op of zo? Ja, nee. Die dat ik me op de rand raak. Gast, dit lijkt op die hoed van Harry Potter. Die kijkt lijkt op die hoed. Praat, doen. You're going to Gryffindor. Net een helm van een... Ja, van zo'n knight. Van een ridder. Oké, what's next? De bal wel even zien. De bal, ja. Die donjongen, wat een innovatieve man ook, hè? Ja, ik wil een paar steenstonders, anders waait hij weg. Oké, Mees, aan jou de beurt. Als je wil gooien... Oh, er komt denk ik een storm aan, gek. Moet je kijken, die lucht achter je. Leuk of er de duivel komt. Wat een lucht. Zo. Wat een lucht. Je moet echt. Het mikken is lastiger dan ik dacht net, man. Oké, ready? Gewoon echt rechterop. Je moet hem niet gooien. Je moet hem echt erboven hangen. Anders gooi je hem mis. Oké, 3, 2, 1. Zo. Wat een genietraad. Hé, een vogel. Je hoort het galmen. Het is gewoon een speelgeballetje. Wat een knal. Als dit zo hard knalt, hoe hard moet die dan knallen als die open gaat? Je gooit hem trouwens wel echt ik zo gooi perfect. Hem, ik gooi ja hem man, goed, holy shit. Ik had deze berekening met de Einstein van die... De Einstein? Van die dumbbell die dan keer zoveel gaat, plus 94 kom, we gaan volgende. Maar ik vind dit vind ik dan gewoon eng, hè? Mee, spring jij nu even in het zand dan? Nee, gast, kijk mijn schoenen. Ja, dus het is zand. Hier, mijn schoenen zien toch prima uit? Het is zand. Ook met mijn knie, ik wil het echt niet. Zulke gekke shit moet ik echt niet meer doen. Tuurlijk wel, bro. Maar kom op. Het lijkt hoger dan dat het is, kom. Nee, maar mijn knie, bro. Ik heb nog steeds knie, hè. Ja, dus ik hoop het wel voor je. Ja, maar die is nog steeds niet goed. Ik hoop voor je dat je nog steeds een knie hebt. Nee, maar ik moet waarschijnlijk nog steeds geopereerd worden. Dus ga ik niet doen. Ah, joh, wat jammer nou, Mees.
Ik doe heel veel gekke shit, maar deze shit wil ik even. Ik doe het wel. I believe I can fly. Nou, meisje, dit doet echt. Al heb je last van je knie, doet dit niet eens pijn aan je knie hoor. Ik ga het niet doen. Als jij daar blijft, geef ik wel die shit aan. Hé, hey, er komt bliksem langs. Lightning McQueen. Lightning McQueen is calling for duty. Cross met 20, jongen. Oh, dat kan ik niet eens. Oh. Moet ik dat voordoen? Nee. Ja, maar goed. Hoe wil je dat je film? Ik film jou nu zo? Of moet ik jou dat je gezicht niet ziet? Ben ik zo lelijk? Nee, maar even. Are you ready? Ja. Gewoon zo'n stuk bijna. Helemaal van gevoel zat hij echt boven zo. Wat raar. Die bal zit zo strak, ik knijp gewoon bloed af. Ik denk dat ik een hele randsas in mijn voorhoofd heb als ik zo doe. Ja. Zo heb ik echt een groot voorhoofd. Land hier. Land hier. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Oké, meestal leg het balletje weer even goed neer. Steentje eronder, blijft op zijn plekje. Eens kijken of ik dit keer niet zo scheef kan gooien. Ben ik heel bang voor een harde klap, man. Ja? Oh. Nu heb jij ook een hoed. Messi, leg jij de spiegel neer? Yes. Ik denk dat dat echt een ravage wordt waar u tegen zegt. Selfie time. Nou, normaal breekt die spiegel als wij erin kijken, Mees. Maar nu even door die dumbbell. Niet te lang erin kijken, dan is hij al kapot. Mees. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het knapste van het hele land? Nou, hij draait langzaam naar mij toe, zie ik. Kijk hoe scheef die nu is. Kijk, zo hoort hij te zitten, zo zit hij nu. Zo, hij is echt krom, hè? Mensen pleuren zo hard met die dumbbells dat je zou denken dat het niet kapot gaat. Ready? Wacht even hoor. Doe hem over mijn schouder, dat is van Dick Schul, denk ik. Bak. Oh, dit wordt heel erg. 3, 2, 1. Ik vond de ballen leuker. Ja, dat was wel vet, maar ik vond de ballen leuker. Ja. Hey. Wat als ik gewoon nu zo ga staan, zo, dan moet jij op mijn hoofd gooien. Weer, zijn lessen kan ik niet krijgen. Ja, nu mag jij de dumbbell pakken. Ja, kut. Het was wel weer een voltreffer hoor. Kijk eens even, die hele rand plat. Al die scherven. En de dumbbell is weer een stuk rechter, Mees. Ja, is weer een stuk rechter. Ik lijk net op Jimmy Neutron met dit hoedje. Ik wil weten of die kaars zich een beetje moet je wel even aansteken. Kan verzetten. Ja. Hoppa. Ik denk niet dat hij aan blijft staan, het is best wel een windje namelijk. Kijk, ik heb hem aan. Ja, hij waait uit, man, denk. Ja, hij gaat uit. Zou jij niks te doen, broer? Nee, staat te veel wind. Hier zo, hop. Zo, die gooi ik heel perfect. Gooi echt top, gooi. Gooi als je ready bent, in 3, 2, 1. Maat, die kaars die vloog gewoon met een noodgang naar mijn deur, hé. Is je deur nog heel? Ja? Ik heb wel goed, ik gooi er wel weer goed. Ja, gedeeld. Hey, bobbelflip. Het gedeelte. Ja, bobbelflip. Dumbbellflip. Oh, dat zit helemaal hier in die kaars. Huh? Dan is hij echt geflipt. Ja, hij zit erin. Oh, het ligt erop. Ja, dit is. Even kijken wat de schade is bij die kaars. Oh, de bovenkant is gewoon weggevaagd, ouwe. Kijk dan. Een kaars is sterker dan ik dacht. Kijk, dit is de schade. Het valt een reuze mee. Ik had verwacht dat het helemaal plat zou gaan, maar dat is natuurlijk keihard. Dit wordt een harmonica effect, denk Mees. Harmonica? Ja, of een negen accordeon. Gewoon helemaal in elkaar. Zoals Snoop Dogg zou zeggen, drop it like it's hot. Mis. Ja, dat merk ik. Ah, nou die kunnen we wel terugvouwen. Yeah. Hier, kijk, zo goed als nieuw. In 3, en in 2, en in 1, 0, 0. Wat een herrie. Oh, wat goed. Nou, hij klapt niet in elkaar, maar hij is wel uit elkaar. Oké, dan gaan we nu nog voor de slijm. En dan gaan we daarna voor het allerleukste. En dat is de skierskoemoe. Het wordt echt weer van dat grimmige weer, man. Dat de zon heel laag staat de hele dag. Ja. Het is ook de hele tijd een shoulder press voor mij. Ready, Mace? Ja. In de 3. In de 2. In de 3. 2. 1. Zo. Wat? Kijk wat er nu. Oh. Gas,
je wordt ook echt getroffen door 100 stukjes plastic. Gewoon minuscuul. wat een goeie dit. We hebben gelijk water pakken. Alvast een emmer water, ook voor die scheerschuim. Van de kan je het niet afhalen, denk ik, van de muur. Oh ja, gaat best wel makkelijk, man. Dit is slijm. Ik heb gisteravond een leuk avondje gehad. Ik heb nog niet gedoucht. Ik weet niet wat het is, maar gelukkig ben ik alles vergeten door de alcohol van gisteren. Ik moet hem op zijn zij leggen. Oké. Okay. Ronde nummer 2. Scheerschuim explosie. Wat doe je? Je moest aftellen. Dat was ik mis. Oh, gelukkig, want ik stond nog op jou. Je zegt je moet aftellen. Camera stillen. 3, 2, 1. Hoe sterk is dat ding? Nou ja. 3, 2, 1. Ja, die was echt zwaar mis, man. Ik deed gewoon zo. Doe jij het? Ja, maar eens probeer jij het maar even. Ready? 3, 2, 1. Oh. Nou, kijk dan hierheen. Dat wordt de tuinslang pakken, gek. Zo, dikke impact. Nog één keer doen? Ja, ik zet deze ondersteboven neer, ja? Ja, is goed. 3, 2, 1. Zo, waar is die heen dan? Daar onder die plastic zak. Zo, koekoek, precies hetzelfde als net. Gewoon alleen een scheef koppie. Gewoon dat die bovenop... Oeh, zo, dit staat wel druk op, denk ik. Snap ja, ik? Ja, ik vond het ook spannend. Besef dat zo'n luchtbugskogeltje zo'n scheerbus echt doet ontploffen. Dat is zo'n 20 kilo dat hij gewoon er langs glijdt. Let's go! 3, 2, 1. Oh, Jezus! Oh, is het een ravage? Ja, het is best wel erg. Het zit helemaal onder alles. Zo, je ziet dat hij getwist is, hè? Je ziet dat hij in een cirkel is gaan draaien. Oh, wat erg dit. Helemaal op het raam. Allemaal spetters. Oh, helemaal goud. Het is het waard voor zo'n reactie. Zo, Mees! Ja, het is erg, hè? Het is heel erg. Oh, kijk dan. Maar als je het gelijk weghaalt, scheerschuim, is het geen probleem. Als iemand daar ervaren in is, kan ik het al zeggen. Maar dat is van die andere. Die andere, de nieuwe ligt hier. Kijk, die is ook aan de onderkant open gegaan. Zie je dat? Maar die is opzij gegaan. Ja, deze is gaan tollen. De deur zat ook gewoon nog open, gelukkig niks gebeurd. Nou. Tuinslangetje erbij maar. Mijn moeder die krijgt wel halve trauma's als ze dit ziet, denk ik. Wat die schaduw is. Oh Mees. Oh Mees. Oh. Hey. Nou, helemaal niks meer van te zien. Hey. Helemaal clean jong. Helemaal cook jong. Hoe voel jij dit experiment? Ik vond hem leuk. Vond jij hem ook leuk? Doe dan. Daar blauw duimpje ploeg. En bij de plinoplinoplade 1000 likes. Poepen wij in een kibbelingkraam. Yes. Oh, oh Macy. Oh. Een chapsalon en we kijken naar hallucinerende honingbijen. Dus die maken honing en als je de chap gaat hallucineren. In Nepal, shout-out naar die mensen. Hele lijpe cultuur. Wordt gewaardeerd. Ik wil ook eerst een stukje honing. Nee, dat is sambal, dat is ook goed, dankjewel. Het zijn zulke interessante video's over hele spirituele culturen en zo, vind ik helemaal goud. Het is hem toch gelukt door die lul. We gaan uit vanavond, omdat Mees terug is uit Amerika en Brian was jarig. Dus ik wil even die persoon pakken en dat staat ernaast. Bij die shotglaasjes zet hij het neer. Heel slim. Hij was net op tijd met filmen. Komt ie. Ja! Ja, deze was goed, ja. Proost!
Ice, ice, baby. Was er een straaltje zo? Helemaal tranen ogen. Ja, prik, jongen. Deze was wel goed, hè? Ja, man. Oh. Sure. Cheers, bruv. What? Hey. What? What? Hey. Hop. Hey. Oké, beestje nog wat meegenomen uit Amerika, dat is dit. En we gaan uit allebei in dit shirt. I love hot moms. I love hot moms. Zo. I got some limoncello. Limoncello, de poepie de papi, de papi de poepie, de papi de papi, de papi de papi, de papi de papi, de papi de papi. Shout out naar buurman Erik. Meedoen dan. Oh ja. Ja, maar ik moet dan, hoe moet ik dat filmen? Buurman Erik, dankjewel. Man, dude, these guys are everywhere. Dat is 48% hoor. We zitten over psychedelic mushrooms te kijken nu weer. Over mushrooms waar gaat... Deze vent woont in Australië, die gaat fucking aardappels plukken. En die wordt gewoon helemaal gek. Of aardappels. Mushrooms. Ja, mushrooms. Gewoon fucking paddenstoelen, maat. Hij gaat paddenstoelen plukken, gaat ze eten en hij dript de pan uit. Gewoon in Australië in een bos. Wat goed. Oh, ja, jongens, als je deze ooit vindt, pluk ze en eet ze. Nee, grapje. Such a beautiful in Spanje, in Spanje, in Spanje. Ik was naar de ratten en het was fantastisch. Het was super gezellig met de boys. Deze dag was sowieso echt top. Vooral heel gezellig met Mees en natuurlijk met de gast toen we uitgingen. Dus ik hoop dat jullie meegenoten hebben. Dan kunnen jullie morgen in een vlog gaan checken om 5 uur hoe we naar de ratten zijn. Dus zou zeggen, wees er morgen om 5 uur weer bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dan is tot de volgende video. Later toppers. Jeuk, deze jeukt. Ja, dan moet je ook een keer een condoom gaan gebruiken, maat.